Mijn naam is Shukri Genkel, ik ben kinderarts, nu al een jaar of 20. Ik werk in Amsterdam, in een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, het OVG. En daar heb ik als aandachtsgebied de bestrijding van pijn en angst bij kinderen. En daarin zijn we als ziekenhuis best wel voorloper in het ontwikkelen van technieken en manieren om die kinderen angst en pijn vrij te krijgen. Ja, mijn naam is Jeroen Spieker, medisch technicus voor het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Inmiddels 16 jaar medisch technicus voor de operatiekamer. Waarvoor we lachgas inzetten? Eigenlijk op verschillende manieren en ook op verschillende afdelingen. We zetten het in bij op momenten dat we denken dat een kind angstig is. Of dat er een stresserende behandeling aan zit te komen. De maatregelen die we nemen om blootstelling te beperken, die zijn eigenlijk zoals de regels ook zijn opgesteld door de Arbo-dienst in Nederland. Die is best wel streng als je dat bekijkt of vergelijkt met de landen om ons heen in Europa. En dat houdt onder andere in dat je lachgas alleen maar mag geven in een ruimte die goed geventileerd is. Je moet een bepaalde ventilatiefout hebben. Je moet zorgen dat als je lachgas geeft, dat degene die het geeft goed opgeleid is. En verder moet je ook wel het lachgas wat iemand heeft ingeademd en weer uitademd goed afvoeren. En dat moet dan afgevoerd worden naar... Ja, ergens buiten de ruimte zelf. En dat zijn wel best strenge regels, maar daar houden we ons wel altijd aan. Om te zorgen dat er geen uiteindelijk nadelige effecten ontstaan. Als je langdurig wordt blootgesteld, dan gaat dat interfereren met je vitamine B12 gehalte. En dat heeft verschillende functies in je lichaam. Onder andere ook voor je zenuwstelsel van belang. Dus als je heel lang wordt blootgesteld achter elkaar, dan kan het heel goed zijn dat je daar klachten van krijgt. En dat wil je eigenlijk wel beperken. En verder kunnen natuurlijk mensen die de hele dag door lachgasblootstelling hebben, toch ook wel klachten hebben van vermoeidheid, hoofdpijn. En die regels zijn natuurlijk opgesteld om medewerkers te beschermen met name. Kijk, die patiënt heeft even kortdurend lachgas, dus daar is het eigenlijk niet zo heel erg van belang bij. Maar de medewerker is dag in dag uit soms aan het sederen of lachgas aan het gebruiken. En die moet beschermd worden. Dubbelmasker is in die zin handig omdat het echt wat wij noemen op het punt zelf, hè, dicht bij de bron zelf, de uitgeademde of de lekkende lachgasuitademingslucht goed wegzuigt. En dat helpt ons bij het beperken van risicofactoren uiteraard. Waar de arts gebruik maakt van het dubbelmaskersysteem, daar zit nog een hele techniek achter. Het kan zijn een mobiel gasevacuatiesysteem of een centraal gasevacuatiesysteem. En daar zijn wij als medische technici verantwoordelijk voor. De veiligheid van het systeem zit hem in dat de damp bij de gebruiker wordt weggenomen, zodat er een veilige situatie gecreëerd wordt. Maar ook dat de damp op een veilige manier het pand uitgetransporteerd wordt. De demandvalf die heeft onze voorkeur. Alleen op het moment dat je dat nodig hebt, dan komt er uit de gasfles gas. En dat beperkt ook de hoeveelheid lachgas die... We hoeven weg te zuigen of te vervoeren naar buiten de ruimte. Dus qua veiligheidsmethode, het is een veiligere methode voor ons om die combinatie te gebruiken, dus de demandvalf met de dubbelmasker. En verder is het ook wel ook een makkelijkere methode om aan te leren aan mensen. Het heeft minder poespas dan zo'n mixer. Het is recht toe recht aan. En we willen het aan een breed publiek aanleren, dus dat heel veel mensen lachgas kunnen toedienen. De intelligentie van het systeem zit achter het afnamepunt. Daar zit een ventilator en er zit een frequentieregelaar achter. Die zorgt dat altijd het juiste afzuigdebiet gehaald wordt. En dan is de demandvalf in combinatie met die dubbelmasker wel ideaal.